We zijn vandaag in Helmond in winkelcentrum Brouwhorst. En Brouwhorst is vandaag uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing Schoonste Winkelgebied 2017. Het maakt niet uit hoe hoog we eindigen, maar we maken er een feestje van. Ik ben gewoon zo ontzettend trots dat je als klein winkelcentrum het toch voor elkaar krijgt dat je nummer 1 wordt. En het is niet alleen namens het bestuur, maar vooral ook de jongens van de Cita Blink op dat moment. Maar ook onze Toon. Als wij Toon niet hadden gehad, dan kom je niet eens in de top 100 op dat moment. Blijf bescheiden. Mijn man maakt dit plein, hier onderhoudt hij. Ja, die is met pensioen en die verveelde zich thuis. Ik werk hele dagen, dus die had zoiets van, nou, ik vind het wel leuk om wat te doen, dus... Toen kwam dit vrij en toen zei hij van nou, ga ik wel doen. We kunnen het natuurlijk zelf goed bijhouden. Dat doen we ook als gemeente, dat vinden we ook heel belangrijk. Maar daarnaast hebben we ook heel veel contact met de ondernemers in het winkelcentrum. Wat willen zij? Zij dragen ook een steentje bij. En ik denk dat die samenwerking er uiteindelijk voor zorgt dat wij vaak in de prijzen vallen. Ja, geweldig. Ja, dat is een pluim voor ons allemaal. Want we doen echt allemaal ons best om het zo mooi mogelijk te houden.